wat ik doe? Ik ga in Grollo wonen. Daar hebben ze nog nooit van Denk gehoord. Nee. Maar daar hebben ze wel gewoon kabel en licht en dat soort dingen allemaal en zo. En... Hey. Ja? Hey. Je denkt nog niet dat we achter zijn, hè? Ik achter weet het niet. Zijn. Kom op, zeg. Hebben jullie nu zo'n SUV-wagen door de straat rijden? Wel leuk. Of heb je gewoon een Jumbo? Nou, nee, maar in een klein dorp moet je wel je aanpassen. Bijvoorbeeld, je kunt geen geld pinnen. Dat doe je dan bij het café. Ja. Als je geen geld hebt, ga je bij het café pinnen. Je hebt geen benzinetank. Ja, bij de caféhouder die voor dorpelingen die pint dan. En je hebt geen tankstation. Maar wel riolering en verharde wegen, dat soort dingen allemaal? Paard en wagen of niet? Ja. Als wij moeten e-mailen of zo, dat moeten we vanuit de schuur doen. Daar hebben we bereik. Oké. Ja. Maar het voordeel van jou is wel volgens mij, je kan er makkelijk parkeren. Als één iemand dat kan gebruiken, dan ben jij het wel. Toch? Ja, nee, want ik bedoel, stel nou dat je weer in die stad zou moeten. Kijk je dan? Nu kan je. Ja, die kieft, die hielp ook, hè? Ja, die deed lekker mee. Die stapt uit er op een gegeven moment, of niet? Voetbal Insight wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Absolute slotfase deze uitzending van Voetbal Insight. Gert-Jan Verbeek, Johan Derksen en René van der Grijp. Onze Toto was niet echt een succes de afgelopen keer. Misschien dat je dat door hadden. Je had er eentje goed. Ik had er ook eentje goed. Je had helemaal niks goed. Ja, nee. Maar we zijn eigenlijk bijna niks te dichterbij gekomen. Jawel, maar ik zit in de positie dat ik gekke uitslagen moet gokken om meer bonuspunten te krijgen. Ja, nou, in die positie zit ik ook zo'n beetje. Maar jij riep dat Vitesse inderdaad... Ik liet Vitesse winnen van PSV en dan had ik bovenaan gestaan. En toen ik de wedstrijd zag, was het niet eens onmogelijk geweest. 48% hadden ze ook balbezit. Het was nog niet eerder voorgekomen bij PSV thuis dat ze tegenstander zoveel balbezit had. En je had het idee dat er wel meer in zat voor Vitesse. Ja, ja. Maar goed, ze won.